Voorzitter, graag sluit ik af door nogmaals met u terug te gaan naar de principiële vragen die voorliggen. In hoeverre is het voor een overheid te verantwoorden dat ze geld geeft ten behoeve van het vastgoed van een private partij? Tijdens het oordeelsvormend beraad van dinsdag 13 februari boog de gemeenteraad zich over de vraag of er publiek geld in een private onderneming gestoken moet worden. Met name het verschil tussen investeren in vastgoed en de theatervoorstellingen zelf zorgde voor verdeeldheid en riep uiteindelijk meer vragen op voor het college. Dat theater moet er zijn, maar dat kost ook geld. Want ik hoor steeds maar het mantra, en als je dat maar vaak genoeg hoort, ga je het ook geloven. We moeten geen publiek geld in een private onderneming stoppen. Ik begrijp maar niet waarom dat mantra steeds gehuldigd wordt. Want we doen al 34 jaar publiek geld in de private onderneming van Theater Hotel. Ieder jaar opnieuw. En dat doen we omdat het private onderneming, de private onderneming Theater Hotel, een publieke taak op verzoek van de gemeente Almelo uitoefent. U geeft niet het geld weg, u krijgt er wat voor terug. Dit theater exploiteert al jarenlang voor onze stad en wijde omgeving het theater. Daarom heb ik helemaal geen moeite met het feit dat daar geld naartoe gaat. Want de enige vraag die wij maar hebben te stellen is: willen wij in Almelo een groot theater? Zo ja, hoeveel geld hebben wij daarvoor over? Meneer Vermeulen doet er heel luchtig over. Wij willen dit en daar moet er geld tegenover staan. Tot nu toe, ook het voorbeeld wat u in maart 22 noemt, was het enige financiële relatie wat we met de Stadstheater hadden, faciliteren van theater. En het belangrijkste punt wat er nu voor ligt is: betalen wij stenen of betalen wij theater? Als wij theater willen betalen, daar ben ik met u eens. Maar wij, ik wil geen stenen. That's the difference. De heer Vermeulen gaf aan dat hij niet begreep waarom er niet publiek geld in een private onderneming gestoken moest worden. En ik heb daar een vraag op waarom hij dat niet begrijpt. Want er is toch een verschil tussen het inkopen van een dienst en het investeren in een bedrijf. En er staan toch kanttekeningen in het raadsvoorstel dat zegt dat het leidt tot precedentwerking en dat het mogelijk staatssteun is. En misschien nog wat belangrijker nog, omdat een bedrijf ook niet haar winsten overmaakt naar de gemeente als het hen goed gaat. Wat maakt nou dat de heer Vermeulen dat niet begrijpt, dat er een verschil is tussen publiek en privaat hier? Ik begrijp wel dat er een verschil is tussen publiek en privaat, maar ik vind het in dit debat volstrekt irrelevant. De heer Vermeulen heeft het over diensten. Als wij investeren in het vastgoed van het theaterhotel, welke dienst krijgen wij daar dan voor terug? Ja, dan krijgt u die voorstellingen voor terug die u wil hebben. Daarvoor geven we de programmeringssubsidie. Die redenering is niet juist. Daarvoor geven we een subsidie voor de programmering. De wethouder heeft net een toezegging gedaan voor alle vragen schriftelijk te beantwoorden die gesteld zijn vanavond, maar ook extra vragen die u heeft, kunt u nog schriftelijk indienen. Ik wil jullie allen een hele fijne avond wensen. Bedankt.